en film zelf de Biggie Broki Waka. En brandslachtoffers hebben dringend woning nodig. Goedenavond en welkom erbij. Terwijl het tweede kwartaal is begonnen en alle leerlingen weer keihard blokken, is de situatie anders voor scholieren van de OS Uitkijk en AR Lewin School. Op beide scholen staken de leerkrachten met elk een andere reden. Het is de tweede dag dat de leerlingen van OS Uitkijk geen les volgen omdat de leerkrachten staken. Ze zijn het niet eens dat een nieuwe schoolleider op deze school geplaatst wordt terwijl het onderhoofd volgens hen in staat is deze functie te bekleden. De oude schoolleider is vanaf begin van dit jaar met pensioen. Vakbondsleider Wilgo Valies was vandaag ter plaatse om polshoogte te nemen van wat er allemaal gebeurt. Maar de aanwezige politie verhinderde hem om het terrein te betreden. Wacht hier buiten. Het is aan mij voorgehouden dat ik het terrein niet mag betreden. Ik ben vertegenwoordiger van de leraren. En volgens ILO-conventies mag ik ten alle tijden naar mijn leraren toe. En dat ik dat daartoe niet gehinderd mag worden door niemand. Nou, ik weet niet welke instructies ze krijgen. Ik ga niet tegen hun vechten, maar ik geef zo duidelijk aan dat ik ten alle tijden met mijn leraren kan praten. We zijn ten alle tijden vrij om acties te voeren. Als we tot actie willen overgaan, dan mag dat. Nee, niet zozeer dat we ontevreden zijn met de nieuwe persoon. Het gaat erom van, er is een leiding op deze school. En onze zorg is dat wanneer er een nieuwe leiding komt, die niet op de hoogte is van wat er gebeurt op deze school, hoe die leerlingen zijn, hoe die leerkrachten zijn, hoe de ouders zijn, dat de kans groot is dat het fout gaat. Maar als je dus een leiding hebt die goed werk heeft verzet, waarom wil je die vervangen? En daar gaat het om. En omdat het belangrijk is dat de lessen zo snel mogelijk weer beginnen op school, was de directeur van het ministerie van Onderwijs, Natasha Benanon, ook aanwezig om te onderhandelen met de leerkrachten. Het ministerie toch, is het ministerie toch, dat bevoegd is om leerkrachten aan te stellen. En het is niet zo dat een leerkracht moet aangeven of moet bepalen wie hij wel wil hebben of niet. Het ministerie heeft hier een schoolleider geplaatst. We hebben hier een schoolleider aangesteld, toch? Want het vorige schoolleider is met pensioen gegaan en het ministerie geeft daar nou invulling aan. En het is het volste recht van het ministerie om daar invulling aan te geven. En dat hebben wij gedaan als ministerie. We zouden graag een vertegenwoordiging van u willen ontvangen. Vertegenwoordiger van de leraren staat hier. Vertegenwoordiger van de leerkrachten. Ja, van de leerkrachten. Ja. Ja. Dat ik ben de vertegenwoordiger. Ik ben de vertegenwoordiger. Ja, ja. En de leerkrachten, die geven het woord aan de heer Valies. Ja. Ze geven niet het woord. Ja. Ze staan er op het subie van de vakbond. De vakbond is bezig met deze actie. Okay. En als er iets gezegd moet worden, moet met de vakbond. Maar ik ga niet hier in de... Ook op de AR Lewin School zijn de leerlingen vandaag naar huis gestuurd omdat de leerkrachten staken. De leerlingen begrijpen waarom de leerkrachten in actie zijn en ook zij zijn het niet eens met de gang van zaken. Ze staken omdat ze de oude leerkrachten terug willen en dit gebeurt al sinds het einde van de eerste kwartaal. Ik vind het niet goed dat we staken, want we blijven achter en we kunnen een aantal lessen niet volgen. En nu krijgen we helemaal geen lessen meer. En dan IBG moet gewoon tot de leerkrachten gaan praten, een vergadering met ze hebben, zodat ze ons les komen geven. Al is het de helft van de dag les volgen, want zo kan het helemaal niet meer, dat we helemaal geen les meer volgen. Zowel de leerkrachten als de leerlingen hopen dat er geluisterd wordt naar hen en dat het probleem gauw opgelost wordt. Want hoe langer de scholen dicht blijven, hoe groter de leerachterstand voor de leerlingen van deze scholen. Hopelijk komt er gauw een oplossing, want het is helemaal niet prettig als de leerlingen in heel weinig tijd de achterstand moeten inlopen. Suriname uit de Caribbean Cup, ijzige kou in Europa en Tony film Piggy Broki Waka. Het is tijd voor de korte nieuwsberichten. Heel vroeg kleurde de Bosjebrug gisteren groen en wit. 5000 mannen, vrouwen en ook kinderen liepen mee met de 10e Piggy Broki Waka. Enkele namen zelfs hun huisdier mee voor de wandeling over de grote brug. Tony deed voor het eerst mee aan de 5 kilometer snelloop en maakte daar een mooi kort filmpje van. Ook
Volgend jaar is Tony weer van de partij. Alleen gaat hij dan niet voor de 5 kilometer, maar voor de 10 kilometer snel op onderdeel van de Biggie Brokkie Wakka. En daar oefent hij nu al voor. In Europa is het in geen tijden zo koud geweest als nu het geval is. Zelfs gebieden waar normaal gesproken veel minder sneeuw valt, zien helemaal wit, zoals Griekenland en Zuid-Italië. De temperaturen kunnen wel dalen tot min 26 graden Celsius. In Griekenland, waar heel veel vluchtelingen wonen, zijn hulpverleners druk in de weer om dekens en warm eten uit te delen om te voorkomen dat nog meer doden vallen als gevolg van de kou. In Turkije, Italië en Griekenland zijn niet alleen de scholen dicht, maar ook de luchthavens en zeehavens. Vanwege de zware stormen worden de mensen geadviseerd om binnen te blijven. In Rusland is het in 120 jaar nog nooit zo koud geweest. De Surinaamse voetbalselectie heeft zich niet verder geplaatst op de Caribbean Cup. Na een veelbelovende 2-1 winst tegen Trinidad en Tobago verloren onze jongens vrijdag met maar liefst 4-2 van Haiti. Toen Suriname met 4-0 achter stond, leek het even dat zij weer de draad konden oppakken met doelpunten van Dimitri Appai en Cercinho Eduards. Maar verder dan dat kwam het niet. De jongens zullen zich op een andere manier moeten plaatsen voor de Gold Cup die juli van dit jaar in de Verenigde Staten wordt gespeeld. De brandslachtoffers van de Anton de Komstraat zijn niet alleen hun huizen waar ze wonen kwijt, maar ook al hun bezittingen. Mevrouw Maya, die aan de overkant werkt, waar de huizen stonden, is meteen na de brand begonnen met een inzamelingsactie voor de slachtoffers. Nadat ze genoeg heeft verzameld, mochten de mensen alvast kleren, schoenen en nog andere spullen ophalen. Yes, my take summer clothes already. Is she close me get on here? I am not gonna refuse, but at the moment now, like nothing for me is like I'm happy with, but just is a house what I need that. That's more important for me. De beelden spreken voor zichzelf. De huizen zijn helemaal platgebrand en de mensen zijn alles kwijt. Meer dan 30 mensen zijn noodgedwongen ondergebracht bij andere mensen. Right now I'm by a friend, by my son. I'm little by this house, but born in number 13 at the back. My brother lived there, the whole front of the house was scattered. The shutters and bricks and all these things and all these mess and everything. Then we get sick, the kids them get sick. We can't get, you cannot cook the right food, you cannot eat, you cannot do anything. Mensen hebben ons kleren gegeven en we zijn in een, mijn moeder werkt op in een bedrijf. Ze heeft haar baas heeft gehoord, heeft hij ons een kleine kamer gegeven. Daar slaapt iedereen. Terwijl de meisjes heel druk kleren die zij leuk vinden aan het zoeken zijn, zijn de ouders dag en nacht op zoek naar een onderdak. Wat is het allereerste waar naar jullie zoeken? Mooi huis. Well, it's very difficult for me at this moment. All what I need is shelter. I need somewhere to put my head on it. That's important for me. Food is not important, clothes is not important. The most important thing for me right now, I really need a house. Well, me stay by my daughter, but she then with your mother-in-law, you know, they don't find it so good that three people must stay in the house. So me want to ask the president if he can please help us with one house. If you got work and pay, we can work and pay. Voor nu hebben de mensen wel genoeg kleding, maar ze moeten stap voor stap de draad weer oppakken. En dat begint met een dak boven hun hoofd. Je hebt het gehoord van Jennifer. Het allerbelangrijkste dat ze nu nodig hebben is onderdak. Een huisje waar ze hun leven weer kunnen inrichten als hoe zij dat graag willen. De families hopen dat ze hiermee gauw geholpen kunnen worden. En de 10 minuten zijn om. Maar we zijn er morgen weer. Slaap lekker straks. Doei doei!